2.3 Samenleven Biocast, waarin we gaan kijken naar wat er allemaal van invloed is op organismen. Hier zien we alle bi biotische factoren. Dus alle factoren die te maken hebben met levende organismen. Zoals de boom, die zorgt voor schaduw, voor voedsel, voor schuilgelegenheid. Hij neemt de plaats in van een andere boom of een andere plant. Dus. Die levende factor, die boom, heeft invloed op anderen. Het konijn eet planten. En hij is zelf voedsel voor de vos. Hij gaat concurrentie aan met andere konijnen. Want het eten wat hij eet kan een andere konijn niet eten. Maar ook andere soorten. Want wat het konijn eet, dat kan ook een hert niet eten. Dan hebben we daar nog de bacteriën die planten- en dierenresten afbreken. Je ziet dat al die levende factoren, al die organismen, hebben invloed op elkaar. En die bacteriën kunnen ook nog eens een keer schadelijk zijn. Hebben ze ook invloed? We gaan nu kijken naar de abiotische factoren. Dus die uit de niet-levende natuur. Hier bijvoorbeeld bovenop die kloof is het heel erg droog. Terwijl het daar beneden ontzettend nat is. Dat heeft invloed op de organismen die daar kunnen leven. Aan die kant van die kloof, daar schijnt de zon. Aan de andere kant is er schaduw. Daar valt de regen als de wind van rechts komt. En hier is geen regen. Dit is rots. Een hele harde bodem. En daar is veel humus met veel voedingsstoffen. Hier is er wind. En daar is juist de luwte. Allemaal factoren uit de niet levende natuur... die invloed hebben op de organismen die daar kunnen leven. De abiotische factoren. En hier zie je een ecosysteem... waar alle factoren abiotisch en biotisch met elkaar te maken hebben. We gaan kijken naar een individu. Bijvoorbeeld hier een wolf. En samen met de rest van het roedel... Vormen ze een populatie wolven in een gebied. De dieren in zo'n populatie die paren met elkaar en daarbuiten vrij weinig. Een populatie dus. Hier zien we alle organismen in een ecosysteem: een levensgemeenschap van alle organismen. En dan tenslotte het ecosysteem. De levende en de dode factoren biotisch en abiotisch in een min of meer afgesloten gebied. We kunnen nog een stap groter en dan komen we in de biosfeer, dat is de aarde. Voor degenen die plannen hebben om na de HAVO-kansklas uh, de HAVO te gaan doen, zo is het dan een paar stapjes moeilijker als je in vier HAVO komt. Dit is een atoom. En eh, als je verschillende atomen hebt, kunnen daar moleculen ontstaan. Zoals bijvoorbeeld hier het DNA-molecuul, waar je erfelijke informatie op eh, weggeschreven staat. Dit is een celkern. En zo'n celkern is een organel, een onderdeeltje van een cel. Hier zie je een cel, bijvoorbeeld een beencel. En als je allemaal dezelfde cellen hebt, dan krijg je. En dat weet je nog wel uit hoofdstuk 1. Een weefsel, bijvoorbeeld beenweefsel, wat je hier ziet. Verschillende weefsels kunnen een orgaan maken, bijvoorbeeld een bot. Verschillende organen die aan dezelfde taak werken, zijn een orgaanstelsel, zoals in dit geval het skelet. En nu komt het weer bij het individu, het organisme, de wolf. En we komen hier weer. Bij de populatie. We komen bij de levensgemeenschap. en het ecosysteem. En ook hier eindigt het met het biome: de biosfeer, de aarde. Je ziet heel wat meer stappen in de HAVO dan in 3 havo kansklas. Wat je hier ziet is een voedselketen. En die, die heet zo omdat de voedingsstoffen die gemaakt worden door de producent, in dit geval een alg, via de waterflow naar de baars, naar de snoek en tenslotte naar de reiger gaan. En elk organisme in zo'n voedselketen heet een schakel, omdat je al die schakels in elkaar kunt haken in de keten die de voedselketen is. Maar het is niet altijd zo overzichtelijk natuurlijk. Want een springhaan die kan het graan opeten en dan gegeten worden door een kikker, en de kikker weer door een slang en de slang weer door een havik. Maar niet altijd gebeurt dat zo, want dit is een mooie voedselketen. Maar de veldmuis kan ook van het graan eten en dan gegeten worden door de slang. Maar de muis ook door de havik. De springhaan kan ook van de lijsterbes eten, maar de vlinder kan dat ook. En dan kan die vlinder gegeten worden door die kikker, maar ook door de libellen. De libella kan ook weer door de kikker gegeten worden. En tenslotte kan de lijsterbes ook nog van de bessen eten. De, in dit geval de merel, geen lijster. Maar die merel kan wel weer gegrepen worden door de havik. En zo ontstaat een voedselweb. Waarin veel meer kanten uit kunt, dus. Hier zie je een piramide. Een voedselpiramide. En je hebt hier. Een miljoen kleine plantjes. En je hebt 10.000 ongewervelde planteneters en 50 kleine vogeltjes die gegeten worden door één roofvogel. En dit ziet er een beetje vreemd uit, omdat je te maken hebt met aantallen. Zou je bijvoorbeeld één eik onderin zetten, dan zou je één eik hebben waar wel 10.000 ongewervelde planteneters van konden eten. Om het dan toch wat overzichtelijker te maken, dit is namelijk een piramide van aantallen, kun je ook met biomassa gaan werken. En biomassa is of zijn alle organische stoffen zonder dat er vocht bij zit. En hoe krijg je dat voor elkaar? Je hebt bijvoorbeeld een plant, maar het zou ook met een dier kunnen. Die droog je, dus al het vocht gaat eruit. En die droge stof die leg je op een weegschaal en zo weeg je de biomassa. De bladeren van eh, planten die bestaan uit energierijke stof, uit bouwstoffen en uit onverteerbare stof. En die bladeren die verbranden ook, dus die raken een gedeelte van die energierijke stoffen kwijt via verbranding. Dus voor de rupsen is er nog maar ongeveer een derde over. Dat bestaat ook weer uit die verschillende stoffen. Die doen ook aan verbranding. En die raken dus ook een gedeelte kwijt, zodat er nog maar een derde over is voor de koolmezen. En je ziet dat er voor de havik nu nog maar een heel klein beetje overblijft. Dat is de reden natuurlijk dat er in de top van zo'n voedselpyramide zo weinig individuen zijn. Een piramide van biomassa. Dit was hem alweer, de 2.3 Piocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.